ben net wakker geworden in mijn kamer en het is weer een zooi. Yes, dat is mijn leven. Ik heb een heel leuk, lief ontbijtje of een kopje thee heb ik gekregen. Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, you too? Muy bien, también, gracias. Thank you. ¿De dónde eres? What? Where are you from? From Hollandesa. Hollanda? Yes, I am from Hollanda. Muy bien. Thank you very much. Okay. Ja, dus ik woon hier niet alleen. Ik heb nog iemand anders die bij me woont. En yes, oh. Ik heb ook een soort van werkster die nu gewoon mijn rokje voor me komt strijken. Ze gaan mijn rokje voor me strijken en jullie kennen me. Ik vind het natuurlijk helemaal geen probleem dat het gedaan voor mij wordt. Ja, dus dat. Ik ga even een kopje thee drinken. En dan heb ik afgesproken met een vriend van mij uit Nederland. En dan ga ik mijn camera ook wegdoen. Want dan ga ik gewoon even quality time doorbrengen. En later gaan we eten bij locals. Dus echt bij de mensen die hier wonen. En ik hoop dat ik daar gewoon mag filmen. Het zou gewoon leuk zijn. Alright, ik ben in Cuba. En ik loop nu naar het Panorama Hotel. Ik had om 12 uur afgesproken. Het is inmiddels al 12 uur. En hier werkt het gewoon zo. Hier bel je gewoon de avond van tevoren. Oké, zie ik je daar om 12 uur bij dat hotel. En dan ga je daar naartoe. En dan moet je maar hopen of die persoon daar is. Of dat ik te laat kom. Yes. Dus dat. Dus ik ga een beetje snel lopen. En dan gaan we gewoon chillen. Ik weet niet of alles gaat vloggen, maar... We gaan gewoon een beetje chillen, een beetje rondkijken, whatever. En dan zien we het wel. Perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, los días. Y yo desesperando. Yes, ik kom net uit de stad. Ik had even met Brian afgesproken. Gingen we gewoon chillen. En ja, weet je, als er iemand komt uit Nederland, dan... Ik wil niet alles vastleggen wat ik aan het doen ben de hele dag. Omdat ik meer kan genieten van het moment in het nu dan continu met die camera erbovenop. Dus op het moment dat ik gewoon even alleen ben, dan zet ik die camera weer aan en dan vertel ik hoe het was. Het was hartstikke leuk. We hebben eigenlijk 4 uur lang hebben in de stad gelopen. We hebben ijs gegeten, dat was zo lekker. En we hebben wat gedronken en we hebben gewoon gechilled. En dat is het eigenlijk. Ik ben nu weer onderweg naar huis of naar de casa appartamento waar ik verblijf. Ja, ik doe gewoon alsof ik hier dagelijks kom. Pak gewoon een taxi, ga gewoon weer naar huis. Spreek gewoon af met mensen op straat. Gewoon de normaalste zaak van de wereld. Ja. Ik ben weer aangekomen in mijn casa de appartamento of zo. En ja. Het is heel chill hier. Er is een werkster hier en die heeft mijn kamer helemaal netjes opgemaakt. Mijn make-up heeft ze helemaal netjes neergelegd. Ze heeft zelfs mijn slippers, die een beetje bruin waren geworden van whatever, heeft ze gewoon weer helemaal wit gemaakt. En hier verdienen de mensen 25 euro per maand. Dat is eigenlijk het gemiddelde, 25 euro per maand. En dan moeten ze het hebben van de fooi en al dat soort dingen. Dus ik ga, als ik weg ben, ga ik haar wel echt een dikke, dikke fooi geven. Alright. Ja, dus ik heb toch maar besloten om lekker te gaan lopen. Want ik dacht van ja, ik kan wel nu een uurtje gaan slapen. Maar het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Want ik zit vol met energie. En ik ga niet wachten. En ja, ik heb vandaag de hele dag in de zon gelopen. En ik ben ook een beetje verbrand. So, me, a, no. Me, a, one, ready meid. Ja, dat is wat ik ben. Ik ga helemaal stuk. Ik leer wel Surinaams praten in Cuba. Ik leer het wel. Het duurt alleen een klein beetje. Mi Anna. Nee, ik kan niet eens. Mi one ready meid. Ja, nu kan ik het echt zeggen. Ik zie honden op het dak.
En dan denk ik bij mezelf, wat doen die honden op het dak? En het enige wat ik dan denk, wat voor nummer ik hoor in mijn hoofd is... Kom van dat dak af. Ik waarschuw niet meer. Oh my god. En ze hebben like scherpe tanden. En al dat soort dingen. Ik heb eigenlijk geen idee waar ik naartoe loop. Ik heb helemaal geen idee waar ik naartoe loop. Ik loop zomaar in Cuba. Want ik denk dat ik de hele wereld aan kan. Ik ben ook niet bang om te verdwalen. Als ik verdwaal, dan weet ik eigenlijk altijd wel mijn dingen te doen. En voor de mensen die me kennen, voor de mensen die mij nu voor het eerst zien. Ik ben iemand, ik kom toch wel terecht of zo. Ik maak me nooit druk. Ik red me wel. Mijn ouders zeggen het ook altijd. Angie redt zich wel. Ik zit in de auto. En we gaan even iemand ophalen. En daarna gaan we met z'n allen eten. Gezellig. Ik zit hier op het balkon in Cuba en ik heb net gegeten bij de mensen die hier wonen. En ik word zo goed ontvangen hier, zo gastvrij. Ze zijn zo lief, ze praten alleen maar Spaans. Ik snap geen enkele woord van wat zij zeggen, maar ik voel wel hun energie. En hun energie is gewoon heel goed. Dus het is gewoon echt heel goed. En ook al versta je een ander niet, je kan toch een soort van een beetje volgen wat zij bedoelen. En dat is gewoon mooi. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor dat ik dit mag meemaken in mijn leven. Ja, elk mens heeft zo zijn eigen verhaal. En ieder heeft zo zijn eigen bagage dat hij met zich meedraagt. En ik ben gewoon heel erg gezegend dat ik gewoon allerlei soorten mensen mag ontmoeten. En dat is gewoon leuk. Ik zit hier op het balkon. Zo ziet de straat eruit. We gaan vandaag ook nog, volgens mij gaan we ook nog stappen. Dus ik weet eigenlijk niet waaraan ik dit te danken heb dat ik dit zo mag meemaken. En dat ik besef ook, als je naar andere landen toe gaat, dan wordt je hele denkwijze wordt continu bijgeschaafd. En ik besef ook hoe blessed ik eigenlijk ben. En hoe bevoorrecht ik ben dat ik dit mag meemaken. Het is gewoon heel mooi. Het is gewoon echt heel mooi. Het is een auto. Ja. Yes, we gonna. Yes. Almendrón. Is old car. I want to have like an old car but in pink.